mensen en welkom bij Planet Coaster. Het is maandag en dan spelen wij altijd Planet Coaster. En er kwam vandaag een update uit. Dus we gaan hier de update overlopen. Wat er allemaal zoal nieuw is in de spooky update. We gaan hier kijken bij de achtbanen. Of we daar nieuwe dingetjes hebben. En ik zie hier een boomerang achtbaan. Ik zie hier, misschien is dit nieuw. Dit lijkt mij een nieuwe achtbaan. Een nieuwe achtbaansoort. We gaan eventjes neerzetten. Wat voor achtbaan dat is, dat weet ik niet, maar volgens mij is dat zo'n achtbaantje waar je gelanceerd wordt. Dan ga je naar een helling en dan ga je weer terug. Zo'n achtbaan dat je had in Rollercoaster Tycoon 3, 2 en 1. Ja, het is zo'n achtbaantje. Kijk, je ziet hier, het is gewoon zo'n achtbaantje. Nou, dat ik hier, volgens mij, het is gewoon zo'n achtbaan. Kijk eens hier. Kijk eens hier, dan kun je daar een tunneltje in doen. Zo. En dan, hup. Wacht, hoe marcheert dat hier? En dan klikken. Wacht, hoe marcheert dat hier? Hoe kunnen we dat ook verder laten trekken? Wacht. Op een of andere manier lukt het mij niet om hem te bouwen. Aha, plus natuurlijk. Zo. En dan kunnen we hem zo doen. Voilà, voilà. En ook zo. En dan naar boven. Wahaha. En dan kun je zo doen. Zo. En dan de top. Dus we gaan een keer kijken wat deze achtbaan ons te bieden heeft. Dit is dus een nieuwe achtbaan in deze spooky update die vandaag is uitgekomen. Dus zo'n achtbaantje dat je kent waarschijnlijk uit Rollercoaster Tycoon 3, 2 en 1. Er moet natuurlijk iets gebeuren, ik weet niet. Drukken op test en dan gaan we een keer wachten tot wanneer er iets gebeurt. We worden gelanceerd en dan gaan we naar boven en dan up. Dus hier worden we gelanceerd zoals je kunt zien. Misschien een sterke lancering, maar toch, we worden gelanceerd. Met 100 km per uur hopelijk halen we dit, anders hebben we een crash. Kijk eens hier, dit gaat mooi. En dan gaat deze baan weer terug. Kijk hier. Deze baan gaat terug en wordt dan meteen al afgeremd, want we komen aan terug in het stationnetje. Pop, dit is dus een nieuwe achtbaan bij de update. Een leuke achtbaan. Ja, een Rollercoaster Tycoon 3 achtbaan eigenlijk. Oké, dus voor de rest zie ik niet echt iets nieuws. Misschien zijn er nieuwe opties. We gaan een keer kijken. We gaan een keer een achtbaantje van Blueprint neerzetten. Dan gaan we een keer kijken of we een optietje hebben. Een keer kijken of we nieuwe opties hebben. Dat kan natuurlijk ook. We plaatsen deze achtbaan eens. Gewoon een keer om te kijken. Zijn er nieuwe opties bijgekomen? Hup. Voilà. En we gaan een keer kijken, hè. Het is trouwens een heel mooie achtbaan. Een achtbaan in het Chinese thema. Heel mooi. Heel mooi, heel mooi. En dan hebben we die resultaten. Dat is allemaal hetzelfde gebleven. De financiën. Hier waar we de muziek kunnen instellen. Nee, we hebben niet echt nieuwe opties. Voor de rest is dit allemaal hetzelfde gebleven. Dus we hebben één nieuwe achtbaan. Dan gaan we een keer kijken bij dit hier. Hè. En wat hebben wij hier? Hier hebben wij een soort van nieuwe treintjes. En dit zijn de nieuwe treintjes die we hebben. We gaan deze een beetje zo zetten. Voilà. En dan gaan we een keer een rondje maken. Zodat we dat een keer kunnen laten zien. Hoe die treintjes eruit zien. En we kunnen een bordje maken. Kunnen we hier een bordje maken? Ja, we moeten gewoon... Het is eigenlijk gewoon een optakeling. Kijk, het is een soort van optakeling. Dus we gaan even naar boven gaan. Zo. Hup. Dan zijn we boven. Dan gaat dat ding naar beneden. Yep. Kijk hier. Gaat dat zo naar beneden. Zo. En zo. En dan gaan we het hier zo doen. Huppa. Hup. Hola. Dat kan natuurlijk niet. Dan gaan we het hier zo doen. Zo. Hup. Dan moeten we hem zo doen. Zo. En dan gaat dat zo. Hup. Een beetje airtime. Hup. Een beetje betoogjes. Hup. En dan. En dan een beetje zo. En wat is een tweede? Ja, dat is dat dan. En dan autocomplete. Voilà. En dan hebben wij nieuwe karretjes. Hè. We gaan hier een testje doen met die nieuwe karretjes. We kunnen de karretjes ook draaien. Ik heb die optie niet toegepast. We kunnen hier de snelheid instellen. Dus we kunnen zeggen 16 km per uur. Of we kunnen zeggen 5 km per uur. En we kunnen de wagentjes kiezen. Dus het zijn eigenlijk altijd wagentjes van 3. Dus het is nooit, als je één wagentje kiest zijn het 3, als er 2 zijn het er 6. Dus het is eigenlijk nooit één wagentje. Bon, maar dit is dus een nieuwe attractie in Planet Coaster. En dan gaan we kijken naar nog nieuwe attracties die we hebben misschien.
En hier bij de gewone attracties zie ik niet echt iets staan. Misschien een blueprint, dat kan natuurlijk ook. Maar dat zijn blueprints die ik gedownload heb. Ik zie niet echt iets staan. En kijk hier, dat wagentje gaat al heel snel vooruit, hè. Zoals je kunt zien. Maar ik zie niet echt iets. Misschien bij winkels dat we iets nieuws hebben. Bij winkeltjes. Winkeltjes zie ik ook niet echt iets nieuws staan. Nee, winkels hebben we ook niet nieuw. Bij Scenery, daar gaan we natuurlijk wel nieuwe dingetjes hebben, hè. Daar twijfel ik niet aan. We gaan eens kijken bij Scenery. Wat hebben we hier allemaal nieuw? En dan moeten we hier iets aanvinken van nieuwe update DLC items. Nieuw natuur, special effect, custom pet extra, props. Normaal gezien zouden we hier toch wel dingetjes moeten hebben, hè. Wat spooky dingetjes zoals schrik-effecten. Dat is misschien al een spooky boom. Kijk hier. Dus nee, dat is gewoon een boom. Kijk, dat is ook al iets spooky. Ik denk, en ik weet niet zeker of dit er al bij was in de vorige update. Of dat er nu is bijgekomen, dat weet ik niet zeker. Maar dat hier, nou dat is ook geen, misschien dat niet instellen, hè. Selecteren, nou kunnen we zitten hier gewoon maar te zoeken. En ja, we kunnen daar gewoon instellen, hè. Misschien festivum, nee, western, fente, piraten, property. Custom packs, aha, spooky, oké, hier kunnen we dus instellen. Wat is dit hier? Dit is een mist medium, dit is een mist small, mist large, en dan hebben we vuur, groen vuur, mooi. Maar, oké, we hebben hier wat van die beestjes, en die beestjes die bewegen precies ook nog een beetje, nee, die beestjes bewegen niet. Dan hebben we hier van die grote spinnen. Kijk, ik kan hier even een paar dingetjes plaatsen bij dat spookhuisje. Net als hier bij dat kleine spookhuisje. Kijk, dan komen de gasten komen dan hier zo binnen. Kijk eens hier, zo, hop, dat zweeft zo'n beetje. Hop. En dan kijk eens hier, dan hebben we dat hier en dat en dat. Een lampje. Om het allemaal een beetje spooky te maken. En we ratten. Kijk eens hier, dat beweegt gewoon allemaal. Dat is heel goed gedaan. Oké, nou, misschien, ik weet niet of je dat over de baan kunt laten lopen, maar dat zou echt nog fantastisch zijn als je zo'n schrik-effect over de baan kunt laten lopen. Maar nee, dat gaat jammer genoeg niet. Dan hebben we zoiets, ja, kijk eens hier, dat ziet er al heel mooi uit. En dan hebben we dit hier. Want dan moet dat eigenlijk voorstellen, het zijn eigenlijk zo van takken, dat het eigenlijk een arm voorstellen. Hier hebben we een skelet, kijk eens hier, een skelet dat gewoon uit de grond kruipt. Heel mooi gedaan. En dan hebben we hier een sofa, een spooky sofa. Ik ga niet wachten tot wanneer mensen Dark Rides gaan behalen in het spooky thema. Dat zal nog niet voor vandaag zijn, want de update is vandaag uitgekomen. Dus het zou, ja, het zou nogal rap zijn als iemand al een hele mooie Dark Ride heeft gemaakt. Want in zulke Dark Rides steek je heel veel tijd in hele mooie Dark Rides. Maar kijk eens hier, we hebben al fantastische dingetjes hier. Hè. En dan ga ik hier bij de dingetjes hier kijken. We gaan hem hier ook op, hoe heet dat ding? Klikken dat aan, dan doen we een keer weg. Dan gaan we het op die pack zetten, spooky. En dan hebben we hier spooky raampjes. Kijk eens hier, dat zijn spooky raampjes. Een spooky hek. Kijk eens hier, kijk eens hoe dat hier op. Zo een beetje doen, zo kijk eens hier. Spooky, allemaal zo heel spooky. Dat zweeft allemaal, maar dat is natuurlijk het spooky gedeelte natuurlijk. Kijk eens hier. Zit ik bij alles? Ja, ik zit bij alles. Kijk eens hier hoe mooi dat het is. Wat wandlichtjes. Dat maakt het gewoon, hè. Kijk eens hier. Hoe mooi dat is. En er vliegt hier juist een straaljager voorbij. En dat, dat ziet er zo mooi uit. Kijk hier hoe mooi dat het is. En dan hebben we hier nog iets. Dat zijn de lampjes. Dan bij de wals. Ja, dan hebben we dit hier gehad. Walspiesjes. De ding is, ja, dat hebben we allemaal gezien. De trap, die hebben we nog niet gezien, die trap. Kijk eens hier, die trap. Ik weet niet of de mensen daar kunnen oplopen, maar dat zou natuurlijk ook leuk zijn als je daar zo zou kunnen oplopen. Dan hebben we hier dit hier. Stokken, dan hebben we dit hier. Dan hebben we decoratie, lampjes, vlagjes, daar hebben we niks van. Raampjes, deurtjes, deze raampjes zijn zo zwart.
Dat zijn zo'n zwarte raampjes, een deurtje zoals je kunt zien, heel mooi gedaan. Dat is een waterput, dat moet misschien een waterput voorstellen. Hup. Of een balkon, dat kan natuurlijk ook zijn. Dan hebben we hier roofs, daken dus eigenlijk. Kijk eens hier. En dan hebben we hier, ja, wel attracties en zo. Kijk hier, oké, dit is dus een spooky update. We gaan nog een keer kijken of er een nieuw pad is. Dat kan natuurlijk ook dat er een nieuw pad is. Kijk niet bij pad, bij pet. En inderdaad, we hebben een spooky pet. Kijk hier, dat is dus echt een spooky pet zoals we hadden in Rollercoaster Tycoon 3. Is het een spooky pack? Misschien, ik weet niet, dat is precies ook een niet. Dit pack hebben we al gehad, dat is een asfalt pack, dat is van de vorige update. Maar dit pet, dat is zo'n beetje, dat is een, nee, ik denk dat we die ook al hebben gehad. Kijk hier. En kijk hier, dat zijn die muisjes, nee, dat zijn de vogels, ik dacht dat ik muisjes had geplaatst. En dan hebben we de wachtrij, kijk hier, dan hebben we een spooky wachtrij, kijk eens hier. Hoe mooi dat is, een spooky wachtrij. Bij het terrein, misschien hebben we nog bij nieuwe terrein tools, dat kan natuurlijk ook. Daar geteld is het allemaal hetzelfde gebleven. Ik ga toch een keer bij blueprints kijken. Misschien zit er al een standaard kasteeltje in. En dan gaan we dat natuurlijk eens doen. Ja, en inderdaad, we hebben al een spookkasteel in de update. Dus we gaan hem eventjes doen. De Jarn's Den. Kijk eens hier. Ik ga hem eventjes plaatsen en dan maak ik het donker. En dan doen we dat gewoon. Kijk eens hier. Dus de spookkasteel dat erin zit. En dan hebben we nog dat andere spookkasteel. Dan gaan we dat ook eventjes doen. Volgens mij is dit ook nog een spookkasteeltje. Allee, dat denk ik toch, maar het kan zijn dat dat, ja, dat is het spookkasteeltje, want ik kan dat zien aan de objecten, want zoals je kunt zien. Ik plaats er eventjes goed in de grond. Dus het mag natuurlijk niet zweven, want anders zweeft alles binnenin ook. Zo, deze staat. En dan hebben we deze zweeft deze ook. Ja, deze zweeft ook een beetje. Dus we gaan die eventjes verwijderen. Of plaats gewoon een nieuw, waarom niet? Het is Planet Coaster, dat kan natuurlijk. En dan gaan we deze twee spookkasteeltjes eens doen. Dan gaan we eens kijken hoe het is van binnen. En of we kunnen schrikken. Zo. Deze staat ook. Welke gaan we eerst doen? Ik stel voor dat we deze eerst gaan doen, want deze hebben we natuurlijk eerst geplaatst. Dus ik maak het eventjes nacht. Dan moeten we op PM drukken en dan doen we dit eerst, het spookkasteeltje. En dan gaan we hier kijken, ja, wat, hoe hard we kunnen gaan schrikken in het spookkasteeltje. Staaptest en dan wachten we eventjes voor het vertrek. En daar gaan we. We hebben wat geluidseffecten. We gaan door een kamer. Voor de rest is hier niet echt iets schrikkends aan. Voor wat enge muziek. Misschien krijgen we een schrik-effect. Dus gewoon, ja, we krijgen wat enge muziek. Nu gaan we door een donkere kamer. Misschien krijgen we niet zo. Ja, weet wel, zo'n schrik-effect. Het valt eigenlijk mee wel. Het valt eigenlijk mee, dit spookkasteeltje. Maar we zijn er nog niet. Het kan nog allemaal gebeuren. Nee, ik zeg niet val mee, maar kijk, hier is een skeletje. Gaan we naar beneden. Gaan we in de tuin. Gaan we een beetje ronddraaien. Een beetje spinning coaster gevoel. En dan komen we volgens mij weer aan in het stationnetje. Nee, nu krijgen we een beetje een zigzaggen. Nu gaan we een beetje zigzaggen en een beetje in een kamer waar alles zo wat beweegt zo. Waar ratjes en wat muisjes op de grond. En we komen we aan weer in het stationnetje. Een niet echt eng spookhuis, maar ja, misschien is het volgende spookhuis wel enger. Dat is dit hier, we gaan eens kijken. Volgens mij is dat niet echt een spookhuis, maar is dat meer een spooktrein. Die een rondje rond een spooktuin rijdt. Je kunt eigenlijk deze twee spookhuizen combineren. Je kunt die naast elkaar zetten en dan de baan doortrekken. Maar ja, we zullen dat een keer doen. Hè. We zullen een keer kijken hoe dit is. Dat is eigenlijk gewoon meer een oldtimer baantje.
Zitten we ook in oldtimer baantjes? We zitten in iets. Wat is dit? Volgens mij zitten we in die ronde karretjes of zijn dat nieuwe dingetjes die ik over het hoofd heb gezien. We vertrekken in een spooktuin en dan ga ik er achteraf eens kijken welke karretjes dat waren. We gaan langs de spin, ja, het zijn die ronddraaiende karretjes. Kijk eens hier, die enge geluiden, die maken het ook. Want het is eigenlijk meer een spooktuin, niet het is eigenlijk wel een beetje schrikwekkend, maar je kunt dat in een huis bouwen, hè. Dus het is nu dat gezegd, want het is buiten, maar je kan dat natuurlijk inbouwen. Dat is natuurlijk Planetcoaster. We gaan langs een graf. Waarschijnlijk gaat daar een lijk uitkomen. Ja, inderdaad. Dat is zo typisch, hè. Je gaat er langs en natuurlijk moet er dan iets gebeuren, hè. Want als er niets gebeurt, ja, dat is een beetje belachelijk, hè. We gaan hier naar boven. Ja, en inderdaad, het zijn andere karretjes. Het zijn andere karretjes. Ik ga straks eens kijken welke karretjes dat zijn, want volgens mij hebben ze over het hoofd gezien of is het een DLC, dat kan natuurlijk ook zijn, maar als het in een DLC zit, dan kan je dat niet spelen natuurlijk, hè, want dan heb je dat DLC niet gekocht. We zullen eens kijken, want het is, hè, de boom vliegt in brand, heel mooi is dat. Heel mooi. Groen vuur heb ik ook nog niet zo vaak gehad en volgens mij komen we alweer aan in het stationnetje. Het is nu heel donker en we komen aan in het stationnetje. We gaan eens kijken of ik iets over het hoofd heb gezien van de karretjes, want volgens mij wel. We gaan weer bij Track and Rides. En bij Gustom gaan we, en wat hebben we over het hoofd gezien? Inderdaad, deze karretjes hebben we over het hoofd gezien. We gaan hem eventjes plaatsen. We gaan een keer een parcoursje mee afleggen. Nou, we gaan kijken hoe dat parcoursje is. Hè. Dus we maken dan een keer een cirkeltje mee. Hoppa. Zo een keer een cirkeltje, like een rollercoaster tycoon 1 en 2, zo'n simpel cirkeltje. Zo, kijk eens hier een simpel cirkeltje en dan gaan we die weer al verbinden met elkaar. Autocomplete, voilà. Zo, en dan is dat een, ja, gewoon een drukken op start test. Voilà, test. En dan kun je dan gewoon ook de snelheid aanpassen. Zo, en de snelheid trager, sneller. Dat is 24 km per uur. Dat is zeer snel. Kijk eens hoe snel dat er gaat. Je kunt het ook laten draaien. Dat is zo'n beetje een weetjes systeem. Dat is zo'n systeem waarbij de wagentjes zonder rails rijden. Like dat je Walibi hebt. Hutsman. Dat is geen Hutsman. Dat is like de Symbolica heeft ook zo'n systeem. Dat is een heel goed systeem. Je kunt eigenlijk met dat systeem kun je eigenlijk andere dingen doen. Ja, heel goed, heel mooi. Ik weet niet of je of je dat kunt doen, dat je zo'n splitsie kunt maken, want dat kan je natuurlijk met dat systeem. Je zegt van, we maken hier een wisseling, dat je ofwel naar daar ofwel naar Ginter kunt gaan, maar volgens mij kunnen we dat niet. De 2 is gewoon dit. Het is niet echt dat je kunt zeggen, ik ga nu eventjes een wisseling maken naar links en dan een wisseling naar rechts. Dat is spijtig. Bom, mensen, ik heb een beetje de update uitgelegd. De spooky update. Deze update kost 10 euro. Dus als je hem wilt aanschaffen, moet je dat kopen in de Steam Workshop en dan gaat je 10 euro kosten. Heb je genoten van deze video? Doe dat blauwe duimpje dan zeker omhoog. En dan zie ik je de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. Tot dan. Daag.